Je ziet ze wel eens staan als er een ongeluk is gebeurd. Mensen die met hun mobiele telefoon foto's of filmpjes maken in plaats van helpen. En dat gaat zeker niet op voor twee broers uit Helmond. Gillian en Sydney van Lieshout aarzelden geen moment toen een oude man hulp nodig had. Bonjour. Mag ik één leerling in het bijzonder hier even uit de klas halen? In het bijzonder? Ja. Wie? Sydney. Wij hebben een verrassing voor jou. Heb jij iets nuts gedaan of iets vermeden? Ik zat de revue te lezen en in één keer werd er aangebeld door een mevrouw. Hallo. En die zei van, ja, mijn man is in de sloot gereden met de scootmobiel. Ik riep Sydney meteen. Sydney, wel dat niet, ze heeft de man in de sloot. Hallo Sydney, ja, ik heb een ambulance nodig en een brandweer. De bejaarde man kon snel gered worden. Op het Carolus Borromeus College in Helmond zijn ze maar wat trots op Gillian en Sydney. Ik vind het heel knap, ik doe het hem niet na. Nee? Nee. En als er zoiets zou gebeuren, wat zou het eerste zijn wat je zou doen? Ja, ik zou hetzelfde proberen, maar mijn man is een stuk zwaarder, dus ik krijg het niet zomaar uit de sloot. Ja, ik vond het wel grappig op zich. Ik dacht eerst dat het niet waar was, maar ja, toen ging ze iedereen het zeggen, dus toen dacht ik van ja, dan is het wel waar. En waarom dacht je dat het niet waar was dan? Ja, Gillian kennende dacht ik dat hij wel weer een grapje maakte, maar... Hij lag helemaal op zijn zij met zijn scootmobiel, zijn rechterbeen lag onder de scootmobiel. En hij lag met zijn hoofd tegen die kant aan. Ja, ik sprong erin en toen heb ik met al mijn kratjes scootmobiel op zijn kant getrokken. Zodat hij met zijn been eronderuit kon en toen hebben we hem op de kant getrokken. Jullie redden een man uit het water. De volgende dag krijgen jullie allemaal reacties. Wat zeiden daar mensen nou over? Ja, top en zo. Maar ja, net zoals Rens zei, eerst geloofden ze het niet. Alleen toen zagen ze het in de krant en op het nieuws. En dat was wel mooi. Nou, dat zegt dat de jongens één, een goede opvoeding hebben gehad. Ik bedoel, dat krijg je ook wel van huis mee. En twee, dat die jongens zelf ook goed in elkaar zitten, het goed tussen de oren hebben en dat ze weten hoe dat ze in bepaalde situaties moeten handelen. Jullie met z'n tweeën zijn een van de 10 kandidaten om Brabander van het jaar te worden. Ja, ik vind het top. Het is mooi, hè? Ja, ik vind het mooi. Ja, 82-jarige slachtoffer maakt het goed. Gillian en Sydney van Lieshout zijn dus nu ook kandidaat voor de titel Brabander van het jaar. De verkiezing is in december.